Je bent toch een domme gekke witam? Waarom? Waarom ben je gek? Waarom doe jij zo raar? Dat is voor mij eigenlijk nu een vraag, misschien voor jou een beetje. Misschien wel leuk, een volgend programma. Waarom doet u zo vreemd? Of raar. Of raar, dat kunnen wij best wel volgende uitzending, Zomer TV 6, erin gooien. Wij komen zomaar 's ochtends, of desnoods op het werk, het liefste 's ochtends, meteen met een grote schijnwerper en de camera. Pijnbedje. Van wat doet u raar? Wat doet u vreemd? Waarom doet u zo vreemd? Het zij van hoog tot laag. Maakt ons niet uit, wij zijn toch gek. Nog een fijne week en we zijn thuis. Daarom dan wat in bakjes aan mijn eten, hè? Op zijn minst. En als het lekkere bakjes zijn, dan lust ik er nog wel 20 ook. Liefst met koek en biet. Koek en biet. Weet je wat nou biet is? Ja, dat zijn die dingen waar ze suiker van maken. Ja, en de koek. Aal, kan je iets harder praten, want ik hoor lui daar. Hé, hey, daar in die zaal daar. Nee, kijk, moet je kijken, wie dan nou? Jij denkt er net als in deel 4, maar verlopen zitten. Nee, daar gaat echt niet op. Nee, kijk nou even, kijk, ze weten niet dat wij door het beeld kunnen kijken. Kijk eens bijvoorbeeld bij de manschappen, die daar, net daarachter. Ja, ja, ja. Ja, zie je? Precies voor het beeld. Ja, moet je geen rode kop krijgen. Ik schrik. Kan ze met de school over zien? Hey, met eens vriend. Kijk, de geide. Hey, wat spijt. En Beb, zie ik zitten. Hé, we gaan even kijken bij de onderofficieren. Ja. Hé, Michel. Kijk, die burger. En toch weer kaas in zijn mond. Nee toch? Ja, Michel. Ja, chef. Samen met de boer hoofdmeester hebben ze weer kaas in de mond. Zie jij die zeskoppige lintworm bij Jean Thibon aan zijn opkruipen? Oh, dat wordt wel echt grof. Wij gaan door met het volgende programma. We willen een zootje. Ga door. Ga door, Herman. Oh, dat is een vreemd. Herman, we gaan door het volgende. Kijk, dat is nou typisch iets. Dit is wat. Alles zit te huilen. Maar dat geeft niet. Dan gaan we even bij de officier kijken. Dat is weer een programma. Waarom heb jij een tape op tafel? Nou kijk. Eén van de zeven... Ik heb iets gezien met jou. Tape voor die eer. Ja, nou één van de zeven schoonheden. Dat weet iedere knappe jongen hier aan boord. Iedereen mag. Ik kan toevallig niemand in mijn gedachten halen wie dat zou kunnen zijn, maar... Jij hebt flappen hoor. Dat is één van de zeven schoonheden. Hey. Ik ben niet knap en dat toch flap hoor. Maar mocht je eventueel enorm knap zijn, nou, blijf me horen. Mag je... Maar je wilt toevallig je oren lekker tegen je lijf, wat doe je dan? Pak een stukje groentape. Je hebt het ook in de kleuren zilver. Je valt het dubbel. Je doet het achter hoor. Wat krijg je dan? Kijk eens. Zit hij niet? Wat hebben wij nog meer? Wij ook. Dit gaat helemaal verkeerd. Meneer Wolf, waarom? Kijk, ben ik zo niet knapper? Hé? Nou, kan ik misschien ook nog een leuk meisje krijgen aan boord? Ha! Wie heeft dat vandaag de dag nou niet?